Hoofdstuk 12, les 5, torenijnspel. De basisbeginselen van het torenijnspel reeds aan bod in hoofdstuk 9. Dit zijn nogmaals de begrippen. Koning activeren moet in ieder eindspel, tenzij we te maken hebben met een doorgebroken pion. Afsnijden van de koning door de toren, belangrijk wapen. De toren achter de vrijpion als de tegenstander verdedigt. En tenslotte zullen we de vrijpion moeten verzilveren. Dat kan het zijn via promotie tot dame, maar als de tegenstander nog een stuk voor de pion kan geven, is dat ook winst. Het toren-eindspel is het soort eindspel dat het meeste voorkomt, dus nuttig om daar iets van te weten. En zeker deze tweetal schabloonstellingen. Stelling van Philidor en de stelling van Lucena. Lucena straks, we beginnen met Philidor. Een Fransman uit de 18e eeuw, een van de sterkste schakers, zo niet de sterkste, in elk geval de bekendste, bewees in 1777 dat deze stelling remise is als zwart tenminste goed speelt. Wat zien we? Beide partijen een toren. Maar wit heeft een pluspion en de bedoeling is uiteraard om iets met die pluspion te doen. De elementen van de stelling van Philidor. Belangrijk is dit. De verdedigende koning voor de pion. Dat is een voordeel voor de verdedigende partij. De koning hier voor zwart voor de pion. Wit heeft ook een voordeel. Dat kennen we uit hoofdstuk 11. Een positioneel wapen. De toren op de zevende rij om de koning op de achtste rij vast te binden. Zwart heeft een toren op de zesde rij. En wit een pion en de koning op de vijfde rij. De stelling van Philidor. De toren voor de pionpartij moet op de zevende rij blijven, wil hier wit winnen. En de toren van de verdedigende partij blijft op de zesde rij, zolang de pion niet wordt opgespeld. En gebeurt dat, dan gaat de toren direct naar de eerste rij. We gaan het beleven. In deze stelling is het niet van belang wie eraan zit is. Wit moet op de zevende rij blijven met de toren en zwart blijft op de zesde rij, zolang de pion niet wordt opgespeld en dat gebeurt nu. En dan gaat, zoals gezegd net, de toren direct naar de eerste rij. De koning uiteraard naar de zesde rij om te voorkomen dat de toren hier nog schaak heeft. Maar de toren geeft schaak op de B-lijn. En wat kan wit doen om eeuwige schaakjes te mijden? Want dat gaat er gebeuren namelijk. Er volgen een oneindig aantal schaaks. Een eeuwig schaak is remise. De koning kan eeuwig schaak niet ontwijken. Het kan. Maar dan zal het de pion in de steek moeten laten. En ook dat is remise. Remise. Door. Schaak geven op de B-lijn. Deze stelling. De stelling van Philidor. Belangrijk om te onthouden. Een uitgangsstelling. Iets dergelijks als daarnet. De pion is opgespeld. En we weten nu dat een zwart remise maakt door schaak te geven op de B-lijn. En vervolgens eeuwig schaak. We gaan bekijken of dat waar is. Ook even van belang om te melden dat wit hier een loperpion heeft. Zwart laat zich terugdringen op eigen helft. Is dat verstandig? Wit naar de zesde rij, uiteraard om schaakjes te voorkomen. De witte toren doet dit. Nu heeft zwart de keuze. Kan ook naar A8, maar dat komt uit op hetzelfde resultaat. De pion naar de zevende rij, dat kan nu. Koning zal naar C8 moeten en nu met een röntgenaanval kost het de toren. En de pion promoveert ook nog. Dit was dus niet verstandig voor zwart om terug te gaan. Zwart had hier schaak moeten geven. Maar we hebben hier te maken met een loperpion. Is deze winst voor wit ook van toepassing voor een rondpion of een paardpion? Hier een paardpion. Een paardpion. We zien hetzelfde. Hier staat zwart vastgebonden aan de bovenste rij, want anders geeft wit mat met de toren. Dezelfde zet als daarnet, alleen dan een rijtje opzij. Een lijn opzij. Ja, nu zien we dat de toren aan de linkerkant geen ruimte heeft. Hier is de zwarte koning niet van de velden B8 of A8 te verjagen. Dit is remise. Dus die zettenrace van daarnet geldt voor deze pionnen, maar niet voor de paardpionnen en de rampionnen. Ook nuttig om te weten. We weten dat de witte toren naar de zevende rij moet. Hier zijn inmiddels de koning en de pion geavanceerd. En zwart is nog net bij machten om te verhinderen dat de witte toren naar de zevende rij gaat. Maar wit doet wel dit dan en dreigt iemand. Die
dacht, wat kan zwart hier nou doen? Dat lijkt weinig. Ja, dit. Wat gebeurt er als wit neemt? Dat is pad. Ja, en nu is het opnieuw eeuwenschaak. Wit kan hier niets verzinnen. Tegen aanvallen van de toren. Ja. Een remise. Die er niet zo remise achteruit zag. Met name omdat deze stukken zijn opgeschoven. Maar nogmaals, de toren moet naar de zevende rij om te winnen. Dit was het wat betreft de stelling van Filior. Lucena, daar is iets meer over te vertellen. Dus daar beginnen we alvast mee. Lucena. De koning van de verdedigende partij afgesneden. De koning van de verdedigende partij afgesneden. We gaan naar de stelling van Lucena. Minder bekende schaker. Wel ouder. Voor 1500. 1480 iets dergelijks. Deze stelling. Opnieuw twee torens voor beide partijen. Eentje. En een pluspion voor wit. De zwart staat hier met de koning. En de zwarte toren valt aan. Wit aanzet. Dit is belangrijk. De koning wordt afgesneden. En dan wordt de verdediging voor de mindere partij een stuk minder. Van belang om te winnen voor wit. Dat is nog een hele klus. De pion moet naar de zevende rij. Dat gaan we hier proberen. Dat is niet zo moeilijk. Hier moet zwart schaak geven. Opnieuw de pion aanvallen. De koning zal de pion moeten blijven verdedigen. Opnieuw schaak. En nu kan de koning naar de bovenste rij. Aanval op de pion. En we zien wat er gaat gebeuren. De pion staat nu op de zevende rij. Dit is de stelling van Filior. De stelling van Lucena. Excuses. Lucena. De pion dus naar de zevende rij. Is dat gebeurd? Dan moet de toren van de pionpartij naar de vierde rij. Om te kunnen winnen. Dat laten we even zien. Hier gaat zwart naar de A-lijn. Dat moet eigenlijk omdat anders de toren naar de A-lijn gaat. En dat is te snel winst voor wit. De toren geeft schaak. En nu kan zwart met de koning een drietal zitten doen. Deze, deze of deze. We gaan ze alle drie bekijken. We beginnen met toren naar C6. Die is slecht. Want de koning ontneemt daarbij een veilig schaak. De pion loopt snel door. Deze dus niet. Deze niet. Iets beter. Maar dan houdt op een gegeven moment de toren op. En de pion loopt door. Verdediging door de toren. Dan tenslotte de beste set. Voor de zwarte koning is deze. Lijkt onlogisch, maar is het wel. En hier heeft wit maar één zet. Die kan winnen. De toren van de pionpartij moet naar de vierde rij. We gaan namelijk bekijken als wit een andere zet doet. Koning. Schaak. Schaak. Blijf schaak geven. Ja, hier moet de koning weer de pion gaan dekken. En dan zien we eigenlijk dat met opnieuw schaak de pion via deze weg, de koning voor deze weg, via deze weg weer naar uitgangsveld B8 moet. De koning schiet niets op. We moeten dus naar de toren. Met de vierde rij. De enige zet die hier wint. Schaak. En nu krijgen we een principe wat heet het bouwen van een bruggetje. Hier houdt het op. We gaan nog even terug. Deze zet dus naar de vierde rij. De enige zet die winst oplevert voor wit. Schaak. En hier moet wit dus iets verzinnen tegen schaak. En dat is dus dit. Dit heet bruggetje bouwen. Dat geldt voor alle pionnen behalve de rampion. Dat kan nog op een andere manier. Als zwart denkt, ik wacht af. Dan zien we iets dergelijks, alleen dan een rij naar boven. Bruggetje bouwen, maar nu een rij naar voren. Naar boven. Bruggetje bouwen. De winstmanoeuvre in het torenijspel met Lucena. Dan tenslotte
kan wit ook nog op een andere manier winnen. En daarvoor moet de zwarte toren van deze lijn worden gejaagd. Dat doen we zo. Ja, nu kan zwart blijven schaak geven, maar dan zigzagt de koning richting de toren en dan houdt de verdediging op. De pion promoveert en wit wint. Dit was het wat betreft de stelling van Philidor. Lees nog even waar het over ging. De stelling van Philidor. Nog even op het bord laten zien. De stelling van Philidor. De toren moet schaak geven als de pion avanceert. En de stelling van Lucena, dat is deze, met afsnijden van de koning. De pion moet naar de zevende rij. En uiteindelijk moet de toren naar dit veld als de koning dit doet. We hebben nog meer over Lucena zometeen in de volgende les.